Om 9 uur vanochtend sloot de inschrijving voor de opleiding van de luchtmobiele brigade. Normaal gesproken wordt de training alleen gegeven in Schaarsbergen en het was dus even afwachten hoeveel mensen zich zouden aanmelden. Effectief hebben wij 10 weken de tijd gehad om te gaan werven. En dan vind ik dit hele mooie cijfers. Kijk, ook gedurende de opleiding zal er nog een verloop zijn. Maar ons streven is altijd geweest om uiteindelijk 80 mensen een rode beret uit te reiken ergens in september dit jaar. En de cijfers lijken op dit moment gunstig, dus we zijn goed op koers. Om mensen te vinden werden vorige week kennismakingsdagen gehouden. En tijdens die kennismakingsdagen nodigen ze uit om echt 3 dagen zeg maar, in het militaire leven te stappen. Waarbij ze met name fysiek, maar ook mentaal door ons behoorlijk geprikkeld gaan worden. Waarbij ze eigenlijk zichzelf een spiegel kunnen voorhouden of dit ook het leven is wat ze willen. We hebben dat vorige week gedaan. Daar is een relatief grote groep is daar uitgekomen waarvan wij zeggen, hey, we geven je een positief advies en ga door met je keuring. Het bataljon in Assen heeft een groep militairen vrijgemaakt om nieuwe collega's te werven en op te leiden. Hoe wordt erop gereageerd vanuit de rest van de landmacht op jullie manier van werven? Want iedereen is op zoek naar nieuwe mensen. Ja, ik kan wel zeggen dat er een behoorlijk vergrootglas ligt op dit project. Het is ook eigenlijk een soort pilot. Een operationele eenheid die zelf werft en ook uiteindelijk opleidt. Uiteraard is ook een categorie die wat met argusogen meekijkt. Maar over het algemeen wordt het positief omarmd en ondersteund door de rest van de organisatie. De mannen en vrouwen die de opleiding halen krijgen gegarandeerd een baan in Assen.